De ramkraak is rond 3:30 door twee verdachten gepleegd. Eén met een groot postuur, de ander kalend. Door de inzet van Burgernet, een helikopter en veel politie is de auto vermoedelijk met buit teruggevonden in de Beethovenstraat. Ja, dit is een heel oud groen Toyotaatje en wordt blijkbaar ijzersterk. De auto is nu voor de derde keer gebruikt voor deze ramkraak. Zes weken geleden en ook drie jaar geleden. Maar die auto die zou toch al lang toteloos moeten zijn? Ja, het is denk ik een auto van hele goede kwaliteit. Wordt tegenwoordig niet meer zo gemaakt, denk ik. De modewinkel werd op 8 januari en drie jaar terug ook al aan gort gereden. Volgens ooggetuigen zijn ze dus weer in hun achterruit naar binnen gereden. En dat doen ze dan 2 à 3 keer, zodat die pui echt helemaal ontwricht is en de deuren eruit vliegen. Dus ja, hier hingen onze nieuwe collectie zomerjassen. En daar waren ze heel gericht naar op zoek. Bas, heel veel sterkte met de rommel. Klanten leven mee met Bas. Het heeft zo'n impact ook op je privéleven. Iedere nacht maar weer afwachten van zal die telefoon gaan op het moment van de alarmstralen. Dus ja, dat moet eruit. Dat geeft zoveel onrust. En de zin om te ondernemen wordt natuurlijk ook wel enorm weggehaald zo op deze manier. Bas heeft al een aanvraag bij de gemeente lopen voor paaltjes voor de gevel. Dus ja, dat moet nu versneld geplaatst worden, want dit kan niet meer langer zo.